Een hele, hele goede morgen. Ja, het is triest weer. Het zonnetje is al bezig, de lucht is scherp, maar de kerk zit in een soort met waas. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien, want zo ver weg staat hij niet eens. Ja, ik zie hem, mooi. Hij zit in een waas, dus ja, kan je niks aan doen. Ik hoop dat het zonnetje erdoor mag komen. Maar ik wens jullie als eerste een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik zag gisteren commentaar op mijn YouTube kanaal staan van een mevrouw. En die vond het maar niks, altijd gehobbel op die scootmobiel van mij in... ik sprak over een fijne tweede Pinksterdag wenste ik toe. En terwijl Pinkster af, nou, ik geloof 14 dagen geleden was, weet ik veel. Maar het doet er niet toe. Ik werk vooruit, dus je krijgt een herinnering als het ware. Een memory. Ja, een stukje memory. Ik deel eigenlijk, ik noem het eigenlijk meer een beetje een dagboek van mijn leven. Maar die krijg je niet vandaag, maar die krijg je andere week ergens te zien. Omdat ik vooruit werk, deze vlog krijg ik volgende week ergens te zien. Ja, ik zit al ergens, vanochtend heb ik er eentje gebracht naar 8 juni. Dus dan wordt deze, en dan moet ik er nog eentje brengen, dat wordt dan 9 juni, dat wordt deze 10 juni. Maar wat is daarop tegen? Ja, er zijn zoveel die vooruit werken. Ook mijn dochter onder andere, Karin, die werkt vooruit. Dus wat er vandaag gebeurd is, dat zie je ook ergens andere week pas. Wat is daar mis mee? Twee keer niks. Ja, genieten van zou ik zeggen, in plaats van zulk soort achterlijke commentaar te leveren. En zint het je niet, nou, dan ga je toch weer weg. Ja, je hoeft niet te kijken, je mag. Je bent bij mij te gast op mijn kanaal. Simpel. Meer kan ik er niet over zeggen. Nee, ik ben mijn pc van aan het schoonmaken. Die had vannacht weer aan het werk geweest. Dus ja, dan moet je dat weer even doen, hè. Ja, dat moet gedaan worden, meisje. Ja, en straks komt tante Astrid. Oepsie. Nee, die is er nog niet, hoor. Die is er lekker nog niet. En dan komt aan het einde van de middag komt Rebecca. En er komt nog iemand wat brengen. Nou, het wordt weer een drukke, gigaotische middag. Ja, dat kan er niks aan doen. Nee, jullie even mee niet. Even kijken, scan op fouten. Kijken of die fouten registreert. Zo niet, nou, dan is het weer schoon. Ja toch? Ja! Kan vanzelf wel goed. Nou, mijn prinsesje is er aan het wassen. Dat betekent dus visite. In onze ogen. Dus ja. Maar oké, ik ga zo meteen even een hapje eten. En een bakje koffie doen. En er zijn geen fouten nog. Goed zo. Nou, dan zal ik even mijn normale programma altijd... Even zien. Die maar even doen. Mijn normale programma waar ik plaatjes mee maak. Even uploaden. Dat is die. Daar werk ik mee. Je hebt ook hogere, hoor. Ja, je hebt ook hogere. Ik geloof al van 2018 is er en weet ik veel. Maar ach, moet je luisteren. Ik werk hier net zo goed mee, hoor. Ik wil die van die mijn man op zijn laptop heb staan, die wil ik bij mij erop hebben. Maar ja, het gaat een beetje moeilijk als je daar weer geen verstand van hebt. Ik weet het nou, maar dat soort dingen weet ik weer niet. Net zoals een computer up-to-date houden. Ik denk ook niet. Deze moet vervangen worden. Dus ja, kost allemaal geld. Een heleboel geld. Dus dat moet ik sparen. Ja, komt allemaal goed. Kost nou een dikke 1000 euro. Ja. Maar ja, ik ga gewoon voor mijn verjaardag geld vragen. Ik moet gewoon geld. Meer hoef ik niet. Geld, 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 geld. Ja. Dat hoeft niet. Dan kan ik het minimaliseren.
Dan moet ik straks die naar de videopad brengen. Kan die weer gemaakt worden. Dan kan die daar naartoe. Zo. Nou, en dan gaan we zo meteen weer aan de gang. Maar ik ga eerst eventjes koffie maken en een hapje eten. En het pruttelpotje gaat weer naar het volkstuintje toe. Dat is een invalide autootje, dat noem ik een pruttelpotje. Daar gaat hij, die roeien. Echt zo'n pruttelpotje. Prut, 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 prut. Ja, dat motortje, dat is net zo'n pruttelpotje. Oh, geweldig, leuk gewoon. Maar in ieder geval, daar gaat mijn mobiel. Dus dat is wat is app. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Maak er wat van, doe het met een glimlach. Dan maak je iedereen gelukkig, zowel jezelf als toch wel een ander. Geef elkaar de hand en ga ervoor, simpel. Doei doei, tot later. Hey, mijn meisje. Hallootjes. Ja, lieve vrienden, daar waren we weer even. Astrid die zit buiten te roken en ik ben even weg geweest, ja. Aangezien dat ik een telefoontje kreeg dat mijn nieuwe bril er was. Dit is mijn oude. Ik doe hem nou even af. En dan zien jullie me zonder bril, geen gezicht. En doe ik mijn nieuwe bril op. Zo, en dan heb ik mijn nieuwe dus op. Ik ga mijn oude opruimen. En met dank aan de dames van Hans Anders. Ja, die zijn geweldig. Die zijn echt top, die twee meiden daar. Echt geweldig geholpen. Lief, hartelijk, vriendelijk. Ook de ontvangst als je er binnenkomt. Dus een prima zaakje hier in Den Helder. Ja, ja. Hans Anders, alleen nog de prijsjes anders, zegt men. Maar ja, ik maak reclame, maar ik krijg er geen geld voor. Is dat even balen? Maakt ook niet uit. We gaan er gewoon mee door. Dus ik zeg het tot later allemaal. Doegie. Ga jij lekker eten of had je geen honger meer? Je had ook een beste bak vol, hè? Maar je vindt het lekker. Ja, lieve vrienden. Astrid is alweer een tijdje naar huis. En ik moet nog steeds wat wennen aan mijn nieuwe bril, maar dat maakt niet uit. We hebben het gezellig en leuk gehad. Ja, en ik ben er net nog eventjes naar de DK-winkel geweest, naar de supermarkt, om nog wat te halen. Want daar was ik vandaag nog niet aan toegekomen. En Rebecca is geweest, mijn huisje is schoon. Dinsdag gaat ze dweilen, maar het is verder is het nou helemaal schoon, lekker gedaan. Dus ja, daar ben ik wel weer blij mee. En we hadden het gezellig, Astrid en ik. En ook Rebecca er nog even bij natuurlijk. En we hebben nog eventjes een andere lieve surrogaatzusje gebeld. Die tevens ook een moderatrice is van mijn 50-plus groep. Karen Degenwal genaamd. En die hebben we nog even via wat is app, via hoe heet het ook weer, beeldbellen gedaan met wat is app via de mobiel. Dus we konden elkaar live zien. Ja, dat was even heel erg gezellig. Ja, zij woont helemaal aan de andere kant richting de Belgische grens. Maar met mijn verjaardag deze maand komt ze naar mij toe. En dan gaan we leuk met elkaar vloggen. Ja, we gaan ook nog online. Dat wil ze graag. Nou ja, zij heeft ook een mobiel, dus dat mag zij doen online gaan met ons. En ik vlog erop los. Ja, maar dat komt allemaal goed. En ik zou zeggen, voor nu, allemaal een hele fijne avond. Geniet ervan. Doe geen lelijke dingen wat God verboden heeft. Geniet van elkaar, wees lief voor elkaar. En voor vanavond later zal ik zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Gezond ook weer op. En een gezegende zaterdag. Ja, en mijn hondje die legt, die denkt van ik krijg daar ook nog wat in. Nou, dat heeft hij al gehad. En hij
moet eerst dat maar eens op hebben. Ja. Voordat hij daar wat in krijgt. Daar zit een andere prinsesje. In die kleine soort hutte ligt op de bank. Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, tot later.